Hallo, het is niet goedemorgen, het is goedemiddag. We hebben een hele drukke ochtend gehad, heel veel ontbijters. En eigenlijk is de deur altijd maar blijven openstaan en er zijn wel steeds maar mensen blijven binnenkomen. Jolien is nog een beetje de keuken op orde aan het zetten. Ja, ze is heel druk en geconcentreerd bezig. En er zijn hier ook twee kijkers op bezoek, Stephanie en Thibaut. Hallo, welkom. En jullie wilden graag eens even kijken hoe het hier allemaal aan toe ging, hè, bij ons koffie- en theehuisje. Hoe vind je het hier? Leuk. Ja, je zei net dat het wel grappig is, dat je ziet het wel in de video's en je was eigenlijk benieuwd of het in het echt ook allemaal zo ging uitzien. Yeah. En ziet het er allemaal hetzelfde uit? Ja. Yeah. Dat is fijn. Leuk dat jullie er eens langskomen, hè? Ja. Yeah. Hebben jullie er lang voor moeten rijden om naar hier te komen? Ja. Yeah. Ja? Hoe lang? Ik vond niet echt zo lang, maar het was zo lang. 2 minuten? Zo voelde het. Dat was ook een beetje lang. Maar zo op de telefoon kan je dan kijken hoe je dan moet rijden. Het was een uurtje volgens. Amai. Maar het was eigenlijk maar 3 kwartier. Oh, oké, dat valt ons ook nog wel mee. Yeah. Ja, en je zit hier trouwens, dat weet je misschien nu wel, je kan het ook niet echt zien, maar je zit hier vlak bij Bobbejaanland. Ja. Yeah. Ja, dat is een super tof pretpark en dat is hier eigenlijk maar op 10 minuutjes rijden. Yeah. Ja. Misschien is dat wel eens een idee om eens naartoe te gaan, hè, de volgende keer. En als je dan terugkomt van het pretpark, kan je misschien nog even hier stoppen. Hè. Yeah. Of omgekeerd, je kan hier misschien beginnen en dan zo dan doorrijden. Hè. Yeah. Kijk, ze is daar staan. en trouwens, als er kinderen komen bij ons, dan krijgen ze altijd, als ze braaf zijn, een snoepje. Kijk, we hebben hier zo een bakje bij Hioti. En dan ga ik daar zo eens in met mijn hand. En dan neem ik daar 2 snoepjes uit. En dan zeg ik, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Top, hè? Ja, en voor de rest ja, hebben we hier natuurlijk nu een lege zaal, want iedereen zit graag op het terras. Dat gaan we nu even niet filmen, want er zitten nog andere mensen ook. Ik zal je even nog een rondleiding geven, hè. Ja. Dit is hier onze gang. Zie je dat? Het is een grote gang, hè. En als je hier doorwandelt, dan heb je hier wooden coins. Dat zijn eigenlijk een soort van visitekaartjes, maar dan voor geocachers. Die maken dat op zo'n wooden coin. Ja, want we zijn hier bij Geoti, zijn we ook een koffie en theehuisje, maar we zijn ook een plaats voor geocachers. Dat is zo eigenlijk een spel dat je kan spelen met de GPS. Wat ruik je? Ik denk koekjes. Koekjes? Ik denk dat je iets anders ruikt, want kijk, als we een beetje verder wandelen, dan zie je dat we in de toiletten staan. Misschien hoop je dat. En we hebben een babyverschoontafel. Dat is voor als het mensen met kindjes komen. We hebben hier een minder valide toilet. Hey, interessant, hè? Groot, hè? Ja, dat is echt super groot. En dan hebben we hier ook nog 2 gewone toiletten. En dan daar nog zo'n speciale, en die is speciaal voor Thibaut. Ik gebruik dat niet. Weet je waarom? Dat is zo eentje waar je moet voor recht staan. We kunnen alleen maar jongens, hè? Voilà, dat is zo'n klein beetje een mini-tour dat ik nu gegeven heb. Het is misschien wel raar om een rondleiding te geven in het toilet, maar ik ben er wel trots op. We hebben dat trouwens allemaal zelf gemaakt. Hè? Dat heb ik ook gezien. Heb je dat gezien? Vlogs. Ja. Mag ik zeggen, dan heb je wel heel veel van onze vlogs gezien. Ja. Als je dan toch zoveel vlogs hebt gezien, dan weet je vast ook wel wat jouw favoriete vlog is. Of weet je? Normaal leuk. En welke vind je zo wel een hele bijzonder of een hele toffe? Waar je je nog herinnert? Als je met die kleine handjes hebt. Met die kleine, die tiny hands. Ja, die is echt grappig. Hè? We hebben zo'n video, dat is nog niet zo lang geleden opgenomen, voor Ant-Man and the Wasp. Dat is een nieuwe Marvel film. Echt super cool, super coole helden. Die hebben zo van die zijn echt insecten. En bij ons is het misgegaan, bij ons zijn alleen onze armen, onze handen gekrompen. En dan zie je ons met de grote blokkentoren aan de slag gaan. Dat is jouw favoriete filmpje. En bij jou? Allemaal. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Zeg, bedankt dat jullie zijn langs geweest, hè. Tot ziens. Dag. De zaak is gesloten en zoals je ziet ben ik nu in de auto. Met toch gekleed heb je een jurkje aan? Dat heb ik net toch ook al aan. Ah, heb je geen andere jurkje aan? Nee. Ah, oké, ik dacht dat. Ik heb wel in ieder geval een ander t-shirt aan. Ja, want het was echt heel warm vandaag. En we zijn ons nog snel eventjes ook nog aan het opfrissen geweest. Even snel onder een koude douche geweest. Om op een goede temperatuur te komen. En nu zitten we in de auto, want we zijn onderweg naar, wat is het hier eigenlijk? We zitten nu tegen... De Meerdom. Ja, Kieldrecht. Ja. We zijn daar al eerder onderweg, want we gaan lekker gaan barbecuen bij Anne en Dirk. En Tom, een hele goede vriend van ons, is er ook bij. Anne is trouwens mijn beste vriendin en Dirk is haar vriend. En Tom is een vriend. We hebben even kort samengevat, allemaal. Ja. En ik
kijk er echt naar uit. Dat is echt zoiets waar ik al vanaf aan ochtend al over nadacht. En toen dacht ik van, ziet wel. Wacht, ik heb er gelukkig van. Ik vind dat sowieso allemaal niet zo erg. Allee, ik vind dat natuurlijk wel erg, maar ik vind... Allee, kijk, dat is misschien raar om te zeggen, maar ik vind dat soms een beetje een vervelende verplichting om naar familiefeestjes te gaan, naar babyborrels te gaan en die dingen. Allee, wij kunnen dat nu sowieso niet doen omdat we moeten werken en ik vind dat soms, ik moet dat maar toch eerlijk zeggen, dat soms niet erg. Ja. Ik vind het nu wel een beetje jammer dat we nu wel zo laat zijn. Ja, maar als we erbij kunnen zijn, dan graag, hè. Ja. Maar bedoel, ik vind dat soms niet erg. Ik ga veel liever naar mensen die gewoon eventjes, die ons echt gewoon vragen en ons niet moeten vragen, omdat ze zeg maar een feestje doen en dat ze weten van ja, kijk, je bent familie of je bent wel een hele goede vriend, dus ik moet jou wel uitnodigen. Ik heb eigenlijk liever van die kleine feestjes waar we zo gezellig samen een gesprek kunnen voeren, dan van die hele grote feestjes waar je eigenlijk heel minder aan hebt. Veel minder, omdat dan iedereen samen is en ja, soms kan het leuk zijn, maar geef mij maar die kleine gezellige feestjes. Met z'n vieren, met z'n vijven, zessen, zoiets. Ja. Wow, ik ben even weer heel... En dan hoeft dat trouwens ook geen feestje te zijn voor mij. Dat mag voor mij ook wel even gezellig samen zijn. Ik hou niet zo van muziek. En... Nee, dansen helemaal niet. Echt ook op mijn voeten, die doen zoveel pijn. Ik ben blij dat ik vandaag gewoon kan zitten. Dat ik dan ook al vaak op een gezellig zo aan de rechtsstand een tafeltje moet staan of zo. We zijn er wel bij, hè. Nee, perfect. Kijk eens hoe mooi dat gepresenteerd is hier. Wauw. We vliegen er meteen in, hè. Anne heeft dat mooi gedaan. Heel mooi. Ik heb hier ook nog patatjes gemaakt. Het ziet er keigoed uit. Ja. En maar je hebt ook... er nog geen. Nee, maar ik ga er nog mee wachten. En er is ook nog een sausje. En dat is echt voor het vlees. Ja. Dat is wel vegetarisch, hè? Ja, en het is hier het zijn eigenlijk patatjes met rozemarijn, denk ik, hè? Ja. Ja. Het ziet er zo typisch Grieks uit, trouwens. Ik ben hier koud worden. Ja, oké. Okay. Nu is het ook aan mij om op te scheppen. We kunnen ze vissen geven? Ja, tuurlijk. Zal ik even een keer kijken of dat goed is? Ik denk dat het goed is. Zweert er maar op. Tadaa, hier heb je weer een visje. Dat ruikt lekker. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Van binnen. Ik zal kijken. Okay. Ja, het is goed, hè. Het is goed, hè. Ja, perfect. Perfectos. Perfect, man. Ziet er lekker uit, hoor. Stukje zalm. Wow, ik heb hier per ongeluk een beetje ingezoomd, maar het ziet er wel heel mooi uit met de weilanden op de achtergrond. Ja, de Rudolf. Is die er ook? De Rudolf. Ja, hè. Je hebt misschien niet helemaal kunnen volgen, maar het was echt een superleuke avond. Van begin tot einde, echt waar. Heel erg fijn dat we ook weer eens wat kijkers over de vloer hebben gekregen. En nu is het echt tijd om in bedje te ploffen. Heerlijk. Morgen slapen we uit, want wij hebben een vrij dagje. Daar kunnen we ook wel eens zeker wel van eens gaan genieten. Hier in bed ligt een leuk boekje, Donald Duck. Je weet het wel, als je een paar vlogs al hebt gekeken van de afgelopen dagen, dan weet je dat ik daar nu en dan wel eens lees. En deze keer heb ik pocket nummer 137. De geest van het noorden. Ik zit aan het eerste stripje. Het is een grappig stripje. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik ga nog een klein stukje lezen en dan ga ik slapen. En heel graag tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.